Telecommunicatieautoriteit Suriname TAS en de Maritieme Autoriteit Suriname MAS gaan formeel samenwerken. Het doel van de samenwerking is de naleving van wet en regelgeving op het gebied van radiosendapparatuur aan boord van vaartuigen. Vandaag werd de Memorandum of Understanding, MOU, getekend door TAS-directeur Wendy Yapayou en MAS-directeur Michel Amavo. Yapayou zei voorafgaand aan de ondertekening dat de TAS tot nu toe heel prettig heeft samengewerkt met de MAS. We hebben altijd wel een goede verstandhouding gehad met de MAS, maar nu gaan we het officieel maken. En dat is zeker voor ons heel belangrijk als het neerkomt op de keuringen van de radio's. Omdat dat voor ons een heel hekelpunt was. Omdat wij heel moeilijk weten wanneer de boten er zijn. En dat doet natuurlijk de MAS. En vandaar dat wij dus ook toen in contact zijn getreden. Zodat we de afspraken formeel kunnen maken. En dat de samenwerking goed en vlot kan verlopen. En ik ben blij dat mevrouw Blokland vandaag erbij is. Om als toeziend oog erop te kunnen toezien dat wij ons ook aan de afspraken houden. En ons werk hiernaar naar behoren kunnen doen. Een van de taken van de MAS is te zorgen voor veiligheid op de waterwegen, met name de scheepvaart. Nu beide instituten de formele samenwerking zijn aangegaan, kan hieraan beter invulling worden gegeven, zegt Amavo. We richten ons niet alleen op de zeeschepen, maar ook op de binnenvaart. En al de schepen moeten voldoen aan de veiligheidsnormen. En een van die veiligheidsnormen is inderdaad de radio, de communicatieapparatuur aan boord van de schepen. En de internationale standaarden zijn daar, dat ze dus gekeurd moeten worden, geïnspecteerd moeten worden. En de MAS heeft die expertise niet. Die expertise ligt bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Dus vandaar dat we een lang traject met elkaar hebben uitgewerkt om te komen tot deze MOU, om afspraken met elkaar te maken, zodat op een regelmatige basis de communicatieapparatuur aan boord van de vaartuigen, dat ze gekeurd worden, zodat wanneer de MAS aan boord gaat voor die reguliere keuringen, dat het certificaat van de TAS aan boord is. En dat is dan voor ons die testimonie dat alles in orde is. Michel Amavo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS. Vandaag bij de ondertekening van de MOU tussen TAS en MAS. De voorbereiding van de MOU heeft ruim een jaar geduurd.